Ja, vandaag de troonrede gehoord tijdens Prinsjesdag. De koning vertelt dan de plannen die Rutte in zijn oor gefluisterd heeft. En die plannen, die woorden eigenlijk moet ik zeggen, die klinken allemaal heel goed. Maar in de praktijk zien we dat ze te weinig concreet zijn. Dat er ook te weinig geld is uitgetrokken. En dat heel veel mensen zich enorm zorgen maken op de korte termijn. De betaalbaarheid van energie. Maar we zien dat ondernemers nog geld terug moeten betalen voor corona. We zien dat er een woningtekort is waar allerlei maatregelen worden getroffen, maar die gewoon op korte termijn niet tot meer woningen leiden. Dus kortom, het is eigenlijk op alle fronten is het crisis. En dat komt ook omdat die Rutte de afgelopen 12 jaar hier in dit land geregeerd heeft. Het waren zijn keuzes. Daar gaan we het morgen over hebben. Samen met de andere partijen. En ik zou zeggen, luister goed naar mijn bijdrage, maar kijk ook goed wat onze voorstellen zijn.